Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 4 augustus van Weerplaza. Het is typisch Hollands zomerweer. Elke dag anders. Vandaag bepaalt een hoogdrukgebied boven ons land het weer. Het levert rustige condities op met weinig wind, er staat hooguit windkracht 2 uit uiteenlopende richtingen. De zon die breekt steeds vaker door. Vanmiddag hebben we flinke perioden met zon. De temperatuur stijgt naar zo'n 22 graden in het noordwesten van het land. Tot 25 of 26 land inwaarts. Vanavond neemt vanuit het westen de wolking toe, maar ik verwacht dat het tot middernacht nog droog blijft. Vannacht kan er misschien wel een bui vallen, mogelijk met een klap onweer. De buien die trekken in de loop van de ochtend morgen dan weg. De zon breekt dan door. Smiddags kan er vooral in het noordoosten en oosten nog een enkele bui vallen. Maar met 22 tot 26 graden is het nog vrij aangenaam zomerweer. Dinsdag blijft het nagenoeg droog, alleen in het zuidoosten kan later op de dag een enkele bui vallen. Woensdag en donderdag vallen er in het hele land weer een paar buien. De middagtemperatuur schommelt tussen de 21 en 24 graden. Mijn naam is Diana Woy van Weerplaza.